Drie drama energizers die jij wilt doen met je klas. Waarom? Ze verbeteren de concentratie, ze laten de kinderen even lekker bewegen tussen de lessen door en ze laten de kinderen alvast kennis maken met drama. Succes gegarandeerd. Duimpje omhoog als jij ook op zoek bent naar dit soort energizers. 1. De bejaarde disco. Jij vraagt drie kinderen uit de klas om naar voren te komen. Je bespreekt en fantaseert met de klas wie ze zijn, waar ze op dit moment zijn en wat voor emoties ze hebben. Bijvoorbeeld onwijs blije bejaarden in de discotheek. Maar het kunnen natuurlijk ook verdrietige smurfen in de supermarkt zijn. Of verlegen brugklassers in de middelbare school. Je wijst één leerling uit de klas aan om een foto te maken. Klik! De bejaarden mogen even uit hun dak gaan totdat de fotograaf gaat staan en hardop zegt klik! De foto is gemaakt, dus de bejaarden staan even stil. Geef de groep de opdracht om heel goed te kijken. Dan mag er één iemand naar de gang. Met de groep verander jij drie dingen aan de foto. Bijvoorbeeld één bejaarde gaat heel verdrietig kijken, de ander wisselt van been. Dan wordt degene uit de gang weer opgehaald en krijgt de challenge zoek de verschillen. De klas geeft tips. En nu mijn tip. Verzamel de komende tijd wat theaterbasics. Zoals een glitterhoedje, een pruik, een zonnebril. Pak het krat erbij tijdens dit spelletje. Hoe grappig is het als er iemand van de gang komt en een bejaarde opeens een glitterhoed op heeft. En vergeet niet dat je door dit spelletje gewoon al bezig bent met de spelvorm Tableau Vivant. Nog twee spelletjes te gaan en ik zeg je dit, de laatste is het leukste. 2. Het grote spreekbeurtspel. Je gaat kinderen leren improviseren. Waarom? Het is voor kinderen superhandig om te kunnen improviseren. Laat ze maar denken aan hun spreekbeurt. Als ze even hun tekst kwijt zijn, kunnen ze improviseren. Het spel. Je roept 8 kinderen naar voren. Je verdeelt ze in 2 teams. De teams komen in 2 rijen tegenover elkaar te staan. In ieder team krijgt iemand een nummer. Nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. Maakt niet uit of ze op volgorde staan. Dan eis jij daarna op. Perste concentratie van de teams en van de klas. Want dan zeg jij als spelleider een nummer. 1 tot en met 4. Plus een letter. Bijvoorbeeld 3A. Dan moeten de 2 kinderen met nummer 3 een stap naar voren zetten. En tegelijkertijd zeggen. Ik heet een naam met een A. Alexandra. Ik woon in een plaats, land, dorp, stad met een A. Amsterdam. En ik hou van eten of hobby's met een A. Aardbeien. Je kijkt wie er als eerste is. Maar let op, je legt daar niet de nadruk op. Al heeft een kind alleen een naam met de A, dan is er al geïmproviseerd. Nog wat handige tips. Maak de afspraak dat je normale namen, landen en hobby's wilt horen. Gaat het goed? Speel dan ook een keer dit spel met de hele klas. Door naar spel 3. De lavadans. Een bewegingsspel dat gebaseerd is op de vloer is lava. Jij vertelt de klas dat er een heel groot probleem is. De vloer wordt zo lava. Ieder kind krijgt een dubbele krantenpagina, de bescherming tegen de lava. De kinderen leggen de pagina plat op de vloer en gaan erop staan. Jij zet de muziek op en de kinderen dansen op hun krant. Extra challenge, de krant mag niet scheuren. En de voeten mogen natuurlijk niet de vloer, de lava raken. Dan stop jij de muziek. Als de muziek stopt, vouwen de kinderen hun krantenpagina dubbel. Dit herhaal je een aantal keren. Het dansen wordt hierdoor steeds moeilijker. Hoe klein wordt de krant? Welke energizer ga jij als eerste inzetten? Laat het even achter in de comments.